Ik ben Jannie van der Zanden, kom uit Schijndel, dat ligt in Noord-Brabant. En ik heb een lunchroom, een broodje part, een delicatessenzaak De Overkant, een catering- en maaltijdservice Adiuvo. Daarnaast werk ik nog samen met de Stichting De Schaapskooi, waar wij de horeca verzorgen. En Stichting Woonservice De Bosweg, waar wij de horeca voor verzorgen. Oké, okay, nou zo te horen doet u heel veel. Ja. En u bent dan ook verkozen tot de meest markante horecaondernemer van heel Brabant. Nog gefeliciteerd daarmee. Zou u kunnen vertellen hoe u deze prijs heeft gewonnen en wat u doet, waarom uw bedrijf zo speciaal is? Ik heb deze prijs gewonnen omdat ik onderscheidend ben in het werken met onze jongeren met een beperking. En al onze bedrijven werken alleen maar jongeren die een functiebeperking hebben. Het zij een verstandelijke of een psychische beperking. Oké, okay, en helpt u daar dan ook met het begeleiden daarin of heeft u er andere mensen voor? Nee, de begeleiding, inclusief mijzelf, zijn we met 17 mensen op 60 jongeren met een beperking. Oké, okay, dank u wel. En u bent hier nu omdat u ook kans maakt om de meest markante horecaondernemer van heel Nederland te worden. Ik hoorde net ook al dat u een staande ovatie kreeg. Dus ik denk dat het gesprek goed is gegaan. Maar waar heeft u het over gehad met de jury? Nou, eigenlijk eerst over het begin, over de beperkingen die ik tegenkwam met het werken met onze jongeren. Omdat in politiek nogal veel gaat veranderen en het doorzettingsvermogen en de kracht om toch steeds weer iets nieuws te ontwikkelen. Nou, dat vind ik heel erg knap van u. Laat ik dat voorop stellen. U bent hier met heel veel collega's die ook kans maken op deze prijs. Hoe schat u uw kansen in? Denkt u dat u onderscheidend genoeg bent om te winnen? Ja, als ik nee zou zeggen, zou ik liegen natuurlijk. Nou, ik denk dat ik wel onderscheidend ben. En ik denk dat ik zeker kans maak, ja. Oké, okay, dank u wel. Ik wens u nog heel erg veel succes met de mooie dingen die u allemaal doet. Ja, hartstikke bedankt. Ja.